Mondo Verde is nu al een jaar gastheer van de bekende Twee Witte Leeuwen. Tijd voor een feestje dus. En daarom hield het familiepark afgelopen weekend het Witte Leeuwenfestival. En dat betekende 2 dagen lang extra activiteiten voor de bezoekers. Nou, we hebben dat vorig jaar op het eerste kop gestart. Daar verwelkomen van onze nieuwe Witte Leeuwen, Kato Kenia. Nou, het was zo'n succes dat we hebben besloten om dit jaar weer te laten plaatsvinden. Wat voor extra activiteiten hebben jullie ontplooit dan? Oh, alles in Afrikaanse stijl. We hebben trommelaars, een artiest, acrobaten, stallopers, goochelaars en alles een beetje in Afrikaanse stijl. Ondanks de kwakkelende zomer is de directie van het park toch tevreden met de bezoekersaantallen dit jaar. Het heeft natuurlijk consequenties, anders had het een aardig stuk hoger gelegen. We hadden gelukkig een heel goed voorjaar. Onze cijfers zijn wel omhoog blijven gaan, alleen we hadden een sterkere groei nog verwacht dit jaar. Om toch de groei in het najaar hoger te krijgen, hebben we een actie nog ingezet. Dat mensen voor een heel goedkoop tarief een entree in een kaart om kunnen zetten tot einde van het jaar. Dat ze vaker langs kunnen komen. En dat loopt heel goed voor ons op het moment. Je leest alles vallen, jongens. Ja. Wie met? Ja. Aapjes kijken blijft natuurlijk leuk. Maar ook de Witte Leeuwen zijn een succes. Naast een groot aantal extra toeschouwers heeft het park er ook een prestigieuze prijs mee gewonnen. Ja, we hebben inderdaad de Zoolside Award gewonnen. Dat betekent mooiste aanwinst van alle dierentuinen in Nederland. Daar zijn we heel trots op. Is het een beetje een park met dieren, met attracties, met van allerlei soorten dingen eigenlijk. Maar wat vinden jullie eigenlijk nou de voornaamste activiteit van jullie park? Nou, dat kan ik niet zeggen. Het is eigenlijk voor iedereen wat, voor jong en oud. Ja, we hebben tuinen om te wandelen, we hebben heel veel spannende dieren, we hebben attracties, een dino-bos. Ja, kortom, je kan hier trouwen, je kan hier van alles. Ja, inderdaad, van alles. Zelfs op de foto met een heuse olifant en dat ook nog griezelig dichtbij. En in dit snelle digitale tijdperk is de fotoafdruk natuurlijk meteen klaar. En over snelheid gesproken, de buitenring Parkstad is voor veel mensen een doorn in het oog. Dit park ziet ook de voordelen van de vierbaansnelweg. Hoe beter bereikbaar we zijn voor mensen die verder wegkomen en makkelijker aanrijroutes, ja, daar kunnen we alleen maar voordelen uit halen, denk ik. Staan er nog nieuwe dingen op de stapel? Heeft u nog nieuwe attracties in gedachten voor de komende jaren? Ach, we hebben zoveel gedachten. Alleen ja, hè, je moet alle vergunningen eerst voor elkaar hebben. En met de gemeente alles voor elkaar hebben. Maar ja, je ziet, we hebben al veel gedaan. En we gaan rustig ermee verder. Wel optimistisch met de toekomst tegemoet? Wij wel, ja. Ja, ja. De kinderen zijn geschminkt. Ze hebben allemaal een fantasieballon gekregen. En de magen zijn gevuld. Iedereen kan voldaan naar huis. En voor degenen die het gemist hebben, volgend jaar volgt ongetwijfeld de derde aflevering van het Witte Leeuwenfestival.